Meer dan 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva en dat aantal neemt jaarlijks toe. Plotselinge zelfmoordgedachten, roekeloosheid in het verkeer, extreme agressie, een kleine greep uit de vermoedelijke bijwerkingen van dit soort medicatie. En deze week rees opnieuw de vraag of het gebruik van antidepressiva een rol speelde in een aantal moordzaken. Zijn arts en patiënt zich wel voldoende bewust van de risico's? Grijpen we misschien te snel naar medicijnen? En hoe kan het eigenlijk dat Nederlanders steeds somberder lijken te worden? Aan tafel over deze antidepressiva Trudy de Huy. Zij is schrijfster van de depressie-epidemie en hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En Damiaan Denies is hier, hoogleraar psychiatrie aan het AMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Antidepressiva, veel over te doen de laatste tijd, maar niet alleen de laatste tijd overigens. Laten we beginnen met dat begrip depressie. Wanneer ben je nou eigenlijk depressief? Wat is een echte depressie, meneer Denies? Dat is al meteen een moeilijke vraag. Depressie hoort tot de stemmingstoornissengroep. En daar zijn dus andere stoornissen die ook depressiefachtig zijn, maar geen depressie. Dus dat laat meteen zien dat het een kleine subgroep is. Men is depressief als men officieel voldoet aan 5 van de 9 criteria. En die criteria zijn bijvoorbeeld somber zijn, niet meer kunnen genieten, interesseverlies. Als dat minstens 2 weken aanwezig is. En als je daarbij aantoonbaar ook niet meer goed functioneert en daaronder lijdt. Dat pakketje aan criteria, dat is iets wat ertoe leidt dat mensen de diagnose depressie kunnen stellen. Ja, is het voor een buitenstaander goed te zien of iemand depressief is? Of kun je je voorstellen hoe dat is? Nou, we zijn allemaal wel een beetje depressief. Kijk, stemming is iets wat ons draagt als mens. En we hebben natuurlijk goede en slechte momenten. En daar zit natuurlijk ook de angel. Omdat we allemaal wel eens verdrietig zijn of somber of geen interesse en zover hebben, is het heel lastig om vast te stellen wanneer je te maken hebt met een echte depressie. Naast iets wat in de normaliteit voorkomt. En dat vergt tijd. En dat vergt ook tijd niet alleen om het beloop moet bekijken om te kunnen vaststellen of het werkelijk aanwezig is. Ja, maar goed, wat voelt nou werkelijk iemand die depressief is? Hoe moet ik het me voorstellen? Niets, dat is het lastigste. Niets. Weinig, bijna niets meer. Geen interesse in dingen, geen zin in dingen hebben, zich somber voelen. En dat kan zich uiten in lichamelijke verschijnselen, waardoor dat men soms op een verkeerd been wordt geplaatst. Dat kan zich uiten in suïcidale ideeën. Dat kan zich ook uiten in heel actief omgaan met bepaalde omstandigheden in je leven. Dus sommige mensen zijn heel druk, maar ook wel depressief. Dus er is geen eenduidig pakketje aan criteria dat je kan gebruiken om te zeggen van deze persoon is depressief. Nee, goed. Nou is dus een van de middelen om die depressie te bestrijden, dat is het voorschrijven van deze medicijnen. Antidepressiva. Werken ze, mevrouw de Huy? Ja, dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Als je de onderzoeken die ernaar zijn gedaan bij elkaar gooit en ook de onderzoeken van de resultaten niet zijn gepubliceerd, dan komen die metastudies erop uit dat ze heel weinig werken. Alleen, de ervaring van gebruikers is vaak dat ze wel werken. Daar zit je dus met een probleem. Hebben ze die, werken ze voor hun wel, of was de depressie eigenlijk vanzelf aan het weggaan terwijl je aan het slikken bent? Mm. Daarom doen we dat wetenschappelijke onderzoek. Maar uit dat wetenschappelijke onderzoek komt het weer nauwelijks. Maar dus het is heel moeilijk precies te meten, ook omdat het zoiets onaanraakbaars is, hè? Onmeetbaar eigenlijk, zo'n depressie. Maar u zegt, als je alle studies vergelijkt die er gedaan zijn, dan kom je erop uit dat die antidepressiva nauwelijks effect hebben. Heel, heel erg weinig. We hebben nu die kwestie van dat fluoxetine, vroeger Prozac geheten, bij jongeren wel een effect zou hebben. Maar als je nou weer goed naar die studies kijkt, dan is daar ook alweer kritiek op. Omdat er waren groepen jongeren waarop ze getest zijn, die wisten wanneer ze het echte middel kregen. En in die groep lukte het weer wel. Even die eerste opmerking die we maakten. Alle studies vergelijkend. Nauwelijks effect. Wel, mevrouw de Huy zegt ook dat de gebruiker wel degelijk effect ervaart. Dus dat lastig met studies ook. Studies zijn natuurlijk meestal groot uitgevoerd. Die gebruiken schalen om depressies te meten. Die schalen die geven natuurlijk een deel van de werkelijkheid weer, maar niet altijd. Maar goed, we moeten ze gebruiken omdat je natuurlijk voor testen van medicijnen grote groepen van patiënten moet nemen. Het hangt heel sterk af. Als je vraagt naar de efficaciteit van antidepressiva, de werking, efficaciteit, efficiëntie, dat hangt heel sterk vanaf
of het, over wat het gaat. En het is een beetje afhankelijk van de stoornis en de ernst van de stoornis. Dus ja. Het is duidelijk dat antidepressiva goed werken bij ernstige depressies. Wacht even. Dat is ernstige belangrijk. Depressies, ja. Ze werken goed bij ernstige depressies. Ze werken minder goed, tot heel beperkt, wat mevrouw de Huy zegt, bij matige depressies of milde depressies. Ja. Maar als je kijkt naar angststoornis, want in dat opzicht is antidepressiva natuurlijk een beetje een verkeerde term. Het suggereert dat we die alleen gebruiken voor depressies, maar de meerderheid wordt gebruikt voor heel andere stoornissen, onder andere angststoornissen. Ja. Daar zijn de effecten soms enorm uitgesproken. Ja. En bij een dwangstoornis kan het een enorm effect hebben. Ja. Bij een paniekstoornis ook, maar iets minder. Dus heb je het heel sterk over mensen met ernstige psychiatrische problemen. Ja, en dus niet alleen depressie, maar bij ernstige depressies, we gaan toch maar even naar depressies, mevrouw de Huy, zegt meneer Denise, het werkt wel. Heel goed. Ja, dat is ook weer ervaringskennis en die wil ik niet helemaal wegdoen. Maar als je naar die studies kijkt, de allerernstig depressieve mensen kunnen niet eens meedoen in zo'n studie. Die kunnen dat helemaal niet aan. Want dan moet je in een protocol en dan moet je vragenlijsten beantwoorden. Daar zijn ze helemaal niet aan toe. Dus er wordt wel geredeneerd. Bij hun werkt het placebo ook veel minder. Ja. Dus voor zover ze al meedoen, hè, de suikerpil, waarmee je vergelijkt, voor zover ze al meedoen, kunnen meedoen, zou dat een eventueel effect kunnen verklaren tussen experimentele en placebogroep. Het is dus nog heel onduidelijk. Maar daar zet ik wel als kanttekening bij dat je ook met die wetenschappelijke experimenten lang niet alles aan kunt tonen. En dat je voor een deel ook wel de ervaringskennis moet meenemen. Maar dan ook over de bijwerkingen de ervaringskennis serieus nemen. Als je het hebt over de werkzaamheid, het is een beetje schimmig. Kom je daarachter? Is het heel helder? U zegt vrij straf van, dat is voor ernstige kwalen, depressies met name ook, heel werkzaam. Wil je kijken, omdat ook voortdurend wordt gewezen op de klinische praktijk, hè, daar hebben we het dan over. Ik heb zelf 20 jaar heel veel mensen behandeld met antidepressiva. Daar zie je ook wel echt ongelooflijk schokkende positieve resultaten. Mensen die jarenlang psychotherapie krijgen met een dwangstoornis en die na 1 behandeling met een antidepressief heel goed doen. Dus het hangt heel sterk vanaf van de indicatie, de ernst. Ja. En dat moet je voor ogen houden. Mooi, dit is dus niet zwart-wit. Er liggen allerlei nuances. Maar de angel zit er misschien wel bij die bijwerkingen. In ieder geval in de discussie van de laatste weken. Er zijn rechtszaken waarbij allerlei experts elkaar werkelijk de tent uitvechten. Ja. Omdat ze zo hardgrondig van mening verschillen over de bijwerkingen van die antidepressiva. Wat is er over bekend? Over bijwerkingen? Ja, er is heel veel over bekend. Omdat men natuurlijk niet heel precies, maar heeft wel een beetje idee hoe ze werken. En het grote probleem met antidepressiva is dat zij op wat dan stofjes heet in de hersenen werken, neurotransmitters, serotonine, dopamine, noradrenaline, maar voornamelijk serotonine. Serotonine is een neurotransmitter die betrokken is bij heel veel aspecten van ons menselijk gedrag. Slaap, voeding, energie, angst enzovoort. Die medicijnen werken op dat systeem, op het serotonerge systeem. Hoe dat precies is, is nog niet helemaal helder, maar we weten zeker dat het betrokken is. Ja. Als je dus een antidepressivum gebruikt, dan kan het leiden tot verbetering van de stemming, maar dat gaat op al die andere aspecten van menselijk gedrag ook een effect hebben. Dus natuurlijk, ze hebben effect op slaap, op je stemming, op angst, op impulsiviteit, op seksuele aspecten enzovoort. En die zijn goed in kaart gebracht, naar mijn weten. Ja. Volgens u ook? Weten we voldoende van die bijwerkingen, mevrouw de Huy? Als je de bijsluiters van de laatste tijd bekijkt, daar staat er al heel wat in. Alleen nou net over felle agressie jegens jezelf, zelfmoordneigingen. Mm-hmm. Dan staat erin, dat komt door de depressie zelf. Maar gebruikers, die melden al tientallen jaren, ik had dat helemaal nooit. En ik kreeg die pil voor iets heel erg lichts. Helemaal geen zware depressie. En plotseling ga ik ongelooflijk door het lint. Dus wat dat dan gaat, vind ik de bijsluiters van nu erg tegenvallen. Ik snap niet dat er nog in staat. Impulsiviteit, denk ik, is bekend. Hè? Dat kan voorkomen. Zeker bij het starten van een medicijn, dat heb ik zelf ook gemerkt, worden of lopen mensen of patiënten de kans om impulsiever te worden. En dat kan uitmonden in agressie. Dat is iets wat je uitgebreid met de patiënt moet bespreken. Staat volgens mij ook in alle richtlijnen. Dus een beslissing om een antidepressivum voor te schrijven doe je natuurlijk als arts niet alleen. Dat is een samenspraak met de patiënt. En je gaat die bijwerkingen beschrijven. De laatste tijd is het enorm in het nieuws gekomen. Agressie, zeker in het kader van allerlei juridische kwesties. Mm-hmm. En natuurlijk, de werking is nog niet geheel bekend. Er is veel onduidelijkheid omdat het veel wordt gebruikt, het middel, en dat het veel bijwerking kan hebben. Dus het is zo dat in de discussie rond agressie, ik de indruk heb dat het een beetje, dat advocaten graag gebruik maken van het gebrek aan eenduidigheid. Wow. Het zijn advocaten die voor hun cliënten opkomen.
Nou, ja, dat zal natuurlijk ook, daar ben je advocaat voor. Maar er zijn toch wel genoeg casussen waarbij overduidelijk is dat een volstrekt vredelievend persoon of iemand met helemaal geen zelfmoordneigingen ineens een totale persoonsverandering doormaakt. Ja. En ja, ik zie het grote gevaar dat rechters er nu voor gesteld worden dat ja, mensen kunnen van plan zijn een moord te plegen, antidepressie gaan slikken en antipillen gooien. Dat gevaar lopen we. Tuurlijk. Dus in het voortraject, eigenlijk zouden rechters niet in deze ellendige situatie moeten belanden en de mensen die moorden en zelfmoorden plegen al helemaal niet. Wacht, laten we dat punt toch even eruit lichten. Want u zei net, ja, je moet het met de patiënt overleggen en zo, die bijwerkingen. Maar er zijn toch wel hele schokkende dingen aan de hand. Er zijn mensen, helaas ook soms dicht bij dit programma, die suïcide hebben gepleegd en waarvan gedacht wordt soms. Nou, misschien heeft het wel met die antidepressiva te maken, omdat het zo plotseling gebeurt. Er zijn de afgelopen 3 jaar hebben rechters zeker 10 keer moeten oordelen over zaken waarin antidepressiva mogelijk een rol spelen bij de meest gruwelijke moorden dan wel doodslag. Ja. Dat is toch iets waarvan je misschien meer zou moeten zeggen dan alleen dat moet je met de patiënt overleggen. Wel ja, dat gebeurt ook, maar laat ons wel wezen, 10 keer, kijk, we zullen het misschien nog straks over uitgebreid, maar er worden miljoenen van deze antidepressiva geslikt genomen. En het onderzoek naar agressie bij antidepressiva is lastig, omdat inderdaad, en dat blijft moeilijk, het onderscheid tussen het ziektebeeld en het effect van het antidepressiva lastig uit elkaar te halen is. Als iemand depressief is en die is suïcidaal en die krijgt een middel tegen depressie en die wordt ook of blijft suïcidaal, is het dan te wijten aan het medicijn of is het te wijten aan het ziektebeeld? Dat is lastig uit elkaar te halen. Daar bent u het mee eens? Ja, maar je hebt al die verhalen, je hebt ze al tientallen jaren begonnen in de VS van mensen die zeiden, maar ik slikte het alleen maar omdat het even moeilijk was op mijn werk en ik word zo raar. Dus, maar, het dat is ben ik mee eens, maar dat is een heel ander punt. Kijk, de vraag is in dat opzicht het antidepressivum wel legitiem? Omdat het een beetje moeilijk gaat op mijn werk. Ja, en mijn indruk is dat massaal voorschrijven van antidepressiva niet te maken heeft met het feit dat ze ter beschikking staan, maar dat wij veel te makkelijk allerlei menselijk gedrag wat wij niet acceptabel achten, pathologiseren en medicaliseren. Wat ertoe leidt dat we veel te lax zijn in het gebruik van antidepressiva. Ja, daar ben ik volstrekt mee eens. Dat is een punt wat we delen. We zijn eraan gewend geraakt. Als iemand ongelukkig is, zich ellendig voelt, dan noemen we dat een ziekte. Dat is eigenlijk heel Amerikaans. Hè? Oh, ben jij ongelukkig? Nou, dan ben je ziek, dan ben je niet goed in je hoofd. Ben je depressief? Ja, of je hebt maar een dip. Weet je, je ziet het nu bij de 20ers depressie ook. Dat staat op de agenda. En dan is het ofwel je bent ontzettend ziek, ofwel nee, je stelt je aan. Nee. Maar die ellendesbeleggen zou het niet alleen meteen een ziekte moeten noemen. Nee, maar goed, meneer Denies zegt dus, er worden te snel pillen voorgeschreven. Door wie eigenlijk? Door huisartsen? Of door psychiaters? In Nederland ken ik geen cijfers, maar in Amerika heeft men aangedoond dat 80% van het antidepressiva wordt niet door psychiaters voorgeschreven. Nee. Door anderen, wie dat ook mogen zijn. Het lastige is, wat ik daarnet ook even zei, een depressie is niet zo makkelijk vast te stellen. Nee. Dat kost tijd. Helaas hebben veel hulpverleners die tijd niet meer. En is het een soort van makkelijkheidsoplossing geworden, wat niet goed te keuren is. Maar we leven ook een beetje in een maakbare maatschappij waar sommige mensen ook wel graag meteen een korte en snelle oplossing willen. Ik heb dat cijfer wel voor Nederland, want we hebben het gevraagd aan de Stichting Farmaceutische Kerngetallen, dus de apothekers, die zeggen dat 75% van de eerste uitgifte van antidepressiva, dat gaat om 500.000 patiënten, afkomstig is van de huisarts. Ja. Is dat... Niet bij de jongeren overigens, daar is het anders. Daar komt het van de psychiater. Dit is het geheel. Is dat een punt... Wel, ik heb eventjes de richtlijnen nagelezen van de huisartsenrichtlijnen. Die zijn perfect. Ik bedoel, er staan heel duidelijke richtlijnen. Men is heel defensief in het aanbevelen van antidepressiva. Maar je moet ook naar de praktische realiteit kijken. Ik denk, een huisarts ziet heel veel patiënten, gemiddeld 20 per dag. En die heeft dan 10, 15 minuten om iemand te beoordelen. Als je dat bekijkt, dus de korte tijdsbestek, met misschien ook de druk die leeft van help mij, want ik wil toch nog blijven werken en ik heb een klein dipje. Dan is het lastig. Ik kan mij voorstellen dat het heel lastig wordt en dat een arts snel zegt, oké, laten we eens proberen, we gaan een S3 gebruiken.
Waarbij dan een soort. Wacht even, SSRI, dat zijn die nieuwe middelen. Serotonerge, ja, we zijn inmiddels al heel oud hoor. Nou ja, goed, jaren 80. De nieuwe, ja, nieuwere, ja, generatie. Bijna 40 jaar. Maar als je even toch dit punt, hè, als je nou vaststelt dat de 65% van die eerste uitgifte van huisartsen afkomstig is, geen kwaad woord over de huisartsen, maar u zegt net van het is heel moeilijk vaak om vast te stellen of bijwerkingen afkomstig zijn van de kwaal, ja, de depressie, of van het middel. Ja. Moet je niet veel voorzichtiger zijn in het voorschrijven van dit middel? Ja, en daarom denk ik dat we moeten nadenken waarom. Hebben we net gezegd, mensen verwachten ook, geven we een quick fix. Hoe komen we in de samenleving terecht waarin mensen zo snel om een quick fix komen vragen? Dus ik denk dat we met een maatschappelijk probleem te maken hebben. Ik snap ook wel dat je... Ja, het is een maatschappelijk probleem. Maar het is dat idee van, ja, succes is een keuze, mislukking dus ook. Dus wat moet je doen als je, ja, mislukt en als je je ellendig voelt? Nou, dan is er nog een hele bescheiden oplossing te denken, ik heb ook een stoornis. Je kunt ook gaan staan schreeuwen aan het zeggen mee of zo. De schuld een beetje afschuiven op iets. Nee, er is een officiële kwaal die je hebt. Mensen schrijven het aan hun eigen biologie toe. Ja. Je kan het ook externaliseren. Ja. En zeggen dat het aan de elite ligt dat jij mislukt. Ja. Maar wij leren elkaar dat zelfs onze biologie maakbaar is en moet zijn. Dat we die in eigen hand moeten houden. Ja, daar ben ik volstrekt mee eens. Er zijn twee elementen die volgens mij ertoe leiden dat wij te veel diagnoses stellen. En dus ook te veel voorschrijven. En één is dat het niet meer kunnen. We hebben een soort van onvermogen om te gaan met psychisch lijden. Dat kunnen we niet meer. Als iets niet goed gaat, dan moet het in eerste instantie gepathologiseerd worden. Het krijgt een soort van cachet. En dat herken je ook als iemand, een patiënt bij jou komt en vertelt een klacht en je zegt van, ah, ik weet het is dat. Dan slaakt die patiënt een zucht van opluchting. Die zegt, eindelijk, ik weet het. Er gaat een soort van erkenning mee gepaard. Het ambivalente van veel mensen is dat ze dan niet prettig vinden om psychiatrisch patiënt te worden. Vandaar dat we ook het heel ambivalente woordje cliënt gebruiken tegenwoordig. Want het vervelende bij een psychiatrische aandoening is dat eenmaal die gesteld is, dat je levenslang dat cachet met je meedraagt. Dat is eigenlijk ook een heel rare manier om naar patiënten, cliënten te kijken. Mm-hmm. Maar het tweede is dat die maakbaarheid, we hebben een soort van idee gekregen, de hersenen die kan je veranderen, alles is inderdaad snel op te lossen. We leven in een heel pragmatische maatschappij, dus met die pil kom ik er wel door. 6-7 maanden gebruiken en ik ben dan 50% beter en dan zal het uiteindelijk wel lukken. Ja. Dit zijn verwachtingen die geschapen worden in de media en waar iedereen massaal op mee naar de psychiater, psycholoog, huisarts gaat. Psychiaters doen dat, hè? Die schrijven boeken, u hebt uw hersenen zelf in de hand enzovoort. Dus er komt ook heel veel uit het vakgebied. Ja, die doen dat, schrijven populair wetenschappelijk werk. Ja. Dus dit is een punt waar u het over eens bent, dat we daarvan af zouden moeten dat het gaat om een kwaal die erkenning behoeft en een quick fix. Ik wil even terug naar dat onderzoek. We hadden het over bijwerkingen, waarbij het heel lastig dus is vast te stellen, zegt u, waar die bijwerkingen precies vandaan komen, van de kwaal of van het middel. Bert Leufkens, voorzitter van het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, die zegt een groot deel van de medicijnenstudies deugt niet. Dit is dus met andere woorden een hele troebele vijver. Ja, en ik ben heel blij dat hij het hardop heeft gezegd. Ik vind het erg dapper van hem dat hij dat gedaan heeft. Ik weet dat hij dat al jaren eigenlijk wel weet. En ik weet ook dat het Nederlandse CBG zich internationaal wel vaker sterker heeft gemaakt om een middel niet toe te laten, maar dan halen ze Baxel internationaal. En we hebben dat onderzoek gewoon niet goed georganiseerd. Het is gewoon niet goed. Wat is er niet goed? Nou, ten eerste is het de afgelopen, laten we zeggen, 20, 25 jaar gigantisch gecommercialiseerd. De meeste geneesmiddelen worden getest door commerciële testbedrijven die in dienst staan van een farmaceutisch bedrijf en hardop zeggen en ook in leerboeken schrijven, wij zijn er om dat product te helpen vermarkten. 1, om het door de tests heen te loodsen. En 2, ze beginnen vaak meteen de reclamecampagne ook al te ontwerpen daarvoor. Ja, daar hoor je van op, maar het is toch al heel lang zo. Ja. Ik heb leerboeken verzameld in dit vakgebied. En er staat de ouderwetse manier van testen is denken dat niks met marketing te maken heeft. En eigenlijk moet de marketingafdeling er al bij komen zitten tijdens de testfase. Omdat marketing kan bepalen waarvoor dat middel moet helpen. Wat mensen eigenlijk willen hebben. Dus commerciële belangen overheersen het onderzoek, meneer Denies? Dat is zeker. Kijk, dat is natuurlijk op konto te schrijven van farmaceutische firma's. Die willen winst maken. Dat is en ook zo. En universiteiten. Psychiaters die gebruiken medicijnen die ter beschikking worden gesteld. Maar het hele interessante in de discussie is dat wat meneer Leufkens zegt absoluut zo is voor de jaren 70, jaren 80.
Maar ik zit zelf bij de European Medical Agency, waar we dus producten beoordelen. De laatste 10 jaar is er geen enkel nieuw product bijgekomen in de psychiatrie. Er is een enorm tekort aan medicijnen. Het laatste medicijn dat op de markt kwam voor, of tegen een depressie is waarschijnlijk midden jaren 80. En er zijn wel wat randmedicijnen. Okay. Maar dus is een tekort eigenlijk aan goede alternatieven. U zegt het wordt hoog tijd voor nieuwe medicijnen. Die regels zijn misschien wel te streng. Dus eigenlijk. Ze zijn ongelooflijk streng. Het is bijna, daarom hebben ook veel medische firma's... Die doen geen onderzoek meer in psychiatrie. Nee, maar u zegt wel, u geeft wel mevrouw de Huur gelijk... Dat het commercieel geworden is, het onderzoek. En dat het met marketing en dergelijke te maken heeft. Ik geef, in de jaren 80, 90 was dat heel commercieel. Het komt uit de Amerikaanse manier van denken ook. En Prozac werd toen aangesmeerd. Niet alleen als een middel tegen depressie, maar ook om je goed te voelen. Ja. Hè? Dat was zo'n listening to Prozac, heeft dat duidelijk aangetoond. Nu, als je kijkt de afgelopen 10 jaar, in een heel recentere datum... zijn de regels zo scherp dat het bijna onmogelijk is om nog een medicijn op de markt te brengen. En toch zegt, tot vreugde van mevrouw de Huur, zegt Bert Leufkens, die voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, een groot deel van de medicijnenstudies deugt niet. Ja. Mevrouw de Huur zegt, fijn dat u het zegt. U zegt, klopt niet. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, ja, dat is ook zo. In de jaren 80, 90 is dat zeker zo geweest, waar je twijfels kan hebben aan de... de effecten van de studie, dat heeft ook te maken met het feit dat het meten van psychiatrische klachten bijzonder moeilijk is. Tuurlijk. Maar mevrouw de Huur, is het dan zo dat... u bent zo blij met die opmerking, hè, van die medicijnenstudies deugd. Het is het begin van verandering, ja. Ja. Want heeft dat dan opgeleverd dat we nu zitten met middelen waarvan we de bijwerkingen onvoldoende goed kennen? Absoluut. Toen de eerste mensen kwamen melden met hun ervaringen met het gebruik van antidepressiva, dat gaat niet bij iedereen goed, bij sommigen gaat het wel goed. Juist, bij veel gaat het wel goed, laten we dat niet vergeten. En die mensen willen we ook niet tekort doen. Maar toen de eerste meldingen kwamen van de gebruikers, daar werd helemaal niet naar geluisterd. Want waar had je in Amerika had je hoorzittingen georganiseerd door de overheidsinstanties. En nou, ik heb de dvd's daarvan en de verhalen die je mensen ziet vertellen. Het is ontzettend, het is afschrikwekkend. En dan moet er een panel besluiten, gaan wij de bijsluiter aanpassen? Maar dan zitten vertegenwoordigers van de farmaceutische bedrijven in die panels. Dus die stemmen daar weg. Dat is heel veel gebeurd. Nu is het wel anders, want dat geef ik meneer Denies gelijk in. Die bijsluiters die zijn veel opener over dit soort dingen. Ja. Maar nog steeds staat erin dat als je plotseling zelfmoordneiging krijgt... dat eigenlijk dat je dat al had van tevoren. Toch, meneer Denies, u zegt zelf... ik ben deelgenoot van die European Medicines Agency... Hè, dus de Europese toezichthouder op nieuwe middelen op dit gebied... Als het nou zoveel vaagheid is over die bijwerkingen en zoveel mysterie... zou u niet daar enorm de noodklok over moeten luiden? Maar er is geen vaagheid over de bijwerkingen. U zegt zelf, het is moeilijk na te gaan. Komt het van het middel of komt het van de kwaal? Als je vraagt naar de oorzaak van specifieke bijwerkingen... zoals bijvoorbeeld suïcidaal worden of agressief... of laten we zeggen manisch, en dan kan je de vraag stellen... en dat is heel lastig ook voor psychiaters... om te achterhalen of het medicijn is dan wel het ziektebeeld. Zeker. Omdat een ziektebeeld kan veranderen. Dat belet niet dat ze er niet zijn. Ik geef grif toe dat die bijwerkingen er natuurlijk zijn. En die zijn ook goed gedocumenteerd. Maar als je iets moet doen aan die bijwerkingen... dan wordt het heel lastig om te gaan nakijken... om te weten of het effectief het medicijn is dan wel het ziektebeeld. En ik refereer daarnaar omdat dus de kwestie juist speelt... in al die rechtszaken van advocaten. Ja. Daar wordt het onder een vergrootglas gelegd. Maar bijwerkingen zijn bekend, staan op het net. Je kan op Wikipedia alle bijwerkingen lezen die betrokken zijn... bij antidepressiva. Ja, zeker. De gegevens aangeleverd door de gebruikers... die zijn jarenlang niet serieus genomen. Want het is altijd de wetenschappers die korte tijd een experiment doen. En daar gaat EMA dan naar kijken. Maar dat fase 4 onderzoek, waar Leufkens dat interview ook mee eindigt... dat komt helemaal niet goed van de grond. En wat is fase 4 onderzoek? Dat je goed luistert naar de gebruikers van medicijnen. Dat je niet zegt, jullie zijn psychiatrische patiënten. Dat telt niet wat jullie zeggen. Dat je ook niet zegt, mensen verzinnen altijd maar wat. Dat is voor een deel zo. Mensen maken zichzelf veel wijs. Maar je kunt patronen herkennen in die meldingen. En dat gebeurt veel te weinig. En dat komt, omdat wetenschap heeft zo'n... veel te narrow-minded idee van experimenteren, dat is wetenschap. Wat gewone leken vertellen, daar hoeven we niet echt naar te luisteren. En
dat Leufkens bevestigt dat. Zou er niet fase 4 onderzoek is een verandering van de houding. Als je praktisch onderzoek, ik heb veel onderzoek gedaan met antidepressiva. Ik bedoel, als je een medisch-ethisch protocol leest van begin al, dan ben je verplicht om elke bijwerking, elke keer als iemand komt, vragen naar bijwerking actief. Er is een lijst, dus dat wordt erbij gehouden. Maar niet de spontane meldingen. Nee, maar natuurlijk ook de spontane meldingen. Ik wil even kijken of we een paar conclusies kunnen trekken. Eén daarvan is dat u het er beide over eens bent dat depressief, ongelukkig, verdrietig zijn niet een medisch probleem is dat je kunt oplossen met een pilletje. Zo, ja. Maar wel een serieus probleem. Wel een serieus probleem. Maar het andere punt over die schimmigheid toch van de bijwerkingen van de antidepressiva, daar komen we niet hier aan tafel, voor mijn gevoel, tot een helder punt. Want u zegt, je zou eigenlijk veel meer naar de gebruikers van die middelen moeten luisteren en patronen moeten proberen te herkennen en minder narrow-minded in wetenschappelijke experimenten denken. En u zegt, tja, het is nou eenmaal zo dat het moeilijk na te gaan is wat het middel is. Je moet je voorstellen, antidepressiva zijn heel vervelende medicijnen. Niemand neemt ze graag. Je wordt er niet afhankelijk van. Het veroorzaakt geen rush of weet ik veel. Mensen die de medicijnen nemen, doen dat omdat het lijden dat daar aan de oorsprong ligt nog veel erger is. Dat is eigenlijk de bottom line. Dat is niet waar. Dat klopt nou echt niet. Want we leven in een samenleving, daar waren we het er straks over eens, die eigenlijk ellende meteen medicaliseert. Dus voel je ellendig? Ik noem die twintigers nog eens een keer. Die roepen nu, we voelen ons ellendig. We voelen ons zo onder druk gezet. En dan is altijd meteen het antwoord depressie. Want we zoeken de oorzaak in het individu. Over diagnosticering ben ik meteen dus eens. Maar dat is consumptie. Een maatschappelijk probleem. Dat denk ik waar. Maar nu over die bijwerking. U zegt die bijwerkingen zijn mogelijk erg. We weten mogelijk niet precies alles. Maar nog erger is als je echt depressief bent. En je krijgt geen middel. En nogmaals, je moet dan strikt kijken naar de richtlijnen. Deze medicijnen zijn bedoeld voor ernstige depressies. Of worden voorgeschreven op het moment dat voor een milde depressie psychotherapie niet helpt en mensen depressief blijven. Dat is wat de richtlijnen zeggen. Natuurlijk, als zij ergens in een context komen waar mensen heel snel antidepressiva voorschrijven, dan is dat niet een goed gebruik. Dat is natuurlijk een heel andere kwestie. Ik wil u heel hartelijk danken voor dit ingewikkelde onderwerp en de verheldering die u daar toch in heeft weten aan te brengen. Hartelijk dank. Dank u wel. En tot zover Buitenhof. Nog een prettige, de zon schijnt alweer een beetje, zondag.